Spaak is in 2016 opgericht door Henrique en Rick. In het begin was Spaak dus heel erg, of voornamelijk gericht op de horeca. Het samenkomen van mensen, het elkaar ontmoeten en samen ritjes rijden. We zaten toen met de werkplaats in de kelder, vrij klein en donker. En dat werd steeds groter en de vraag naar reparaties werd groter. Eigenlijk zijn we gaan inzetten op meer servicegericht. Wij kwamen natuurlijk met Shimano heel snel in aanraking, vanwege de onderdelen en dat soort dingen. Maar ook vanwege de cursussen die wij destijds toen al deden. We kwamen toen al snel in Nunspeet terecht. Toen zagen we die opstelling in eerste instantie staan van een professionele werkplaats met de juiste gereedschap. Wij denken dat met de nieuwe werkplaats we ook gewoon service kunnen verlenen op een hoger niveau. Je kan hier dus niet alleen je fiets laten repareren. Wij zenden ook alle wielerwedstrijden uit op diverse schermen in onze winkel. Schenken gewoon hele goede koffie met gebak, allemaal in huis gemaakt. En dat maakte dus een heel uniek concept.